Beste mensen, welkom op de tweede studiumlezing van onze voorjaarsreeks. De griepepidemie heeft jammer genoeg ook toegeslagen in studium, vandaar dat ik stand-in voor Sophie ben. Vanavond zitten niet alleen studenten en geïnteresseerde Gentenaars in ons publiek, maar eveneens mensen van Arpia. Arpia is een kunstproject uit Herzelen met een verregaand engagement ten aanzien van het landschap en haar waarde en is bij gevolg dus de ideale partner in deze lezing over kunst, architectuur en de impact daarvan op het welzijn van mensen. Ook het podium is, geheel toevallig eigenlijk, aangepast aan het thema van vanavond. Luc Deleu, om te spreken van vanavond, is architect, urbanist en beeldend kunstenaar en daarom de uitgelezen persoon om dit thema te bespreken en met voorbeelden uit zijn eigen kunst- en architecten-expertise te illustreren. In 1970 richtte Luc Deleu het stedenbouwkundige bureau Top Office op en in 1980 publiceerde hij zijn urbanistisch manifest waarin hij pleit voor een architectuur op wereldschaal met een bekommernis voor problemen als milieuvervuiling en overbevolking. Deleu zal praten over het maatschappelijk welzijn, de basis voor alle individueel geluk en de rol die architectuur, urbanisme en organisme, wereldbouwkunst, hierin kunnen vervullen. Na de lezing is er naar goede gewoonte nog een korte nabespreking gehouden door Jan de Pauw, vakgroepvoorzitter interieurvormgeving aan de School of Arts, en is er nog ruimte voor een beetje vragen uit het publiek. Meneer Deleu, ik geef u graag het woord. Al sinds jaren begin ik al elke lezing met deze foto. Ik zal eerst zeggen, het is de allereerste foto die van de aarde genomen is. Ik denk Apollo 8, ik weet niet, die rond de maan cirkelt. Het is dus eigenlijk de opkomst van de aarde. Waarom begin ik altijd met die foto? Wel, omdat dat voor mij zeer bepalend is geweest. Om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat voor mij was dat een beetje science fiction dat reëel werd. Raket naar de maan, het was zover. Kuifje op de maan, het was zover. Eén ding, maar het meest van al eigenlijk door de verschijning van de aarde. Tot op die dag stelde ik mij de aarde altijd voor als zo'n wereldbol zoals je thuis in staan hebt, zal ik maar zeggen, met land en water. Je ziet dan voor de eerste keer deze foto en dan zie je dat je de aarde totaal verkeerd voorgesteld hebt. En dat het beeld van de aarde enerzijds niet statisch is, dat dynamisch is, de wolken. En dat het een totaal ander beeld is dan dat we voor ogen hebben. En ook omdat, toen ik zei, ik studeerde dan al voor architect, refereerde mij dat, of hoe zal ik het zeggen, het begrip van Buckminster Fuller, ruimteschip aarde. Buckminster Fuller zegt van zichzelf dat hij de uitvinder is van het woord ecologie. En die sprak ook over spaceship earth, ruimteschip aarde. En toen ik deze foto zag, had ik het volle besef van dat het is ruimteschip aarde. Namelijk de consequentie daaruit is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat we zoals passagiers op een schip of passagiers op een trein een soort van automatische, natuurlijke solidariteit hebben. Ja, spaceship Earth. Hier een andere foto van de aarde. Het is nu een ruimteschip al en we hebben al zeven miljard passagiers aan boord. Dat heeft mij eigenlijk geleid tot het begrip urbanisme. En urbanisme, dat is in analogie met urbanisme. Dat we misschien niet alleen over urbanisme moesten nadenken, maar ook op nadenken op de wereldschaal. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het bureau of de ambitie had om gans de wereld te ontwerpen, wat dat natuurlijk een beetje, hoe zou ik het zeggen, de disease of concise zou betekenen. Maar wel dat ik er mij van bewust was dat je als architect wel impact hebt op de wereld. En dat de bouw,
bouwen een impact heeft op heel de wereld. Want ik denk voor een architect zijn er twee schalen. Enerzijds de schaal van de aarde, dat ik nu tegenwoordig urban space noem. En aan de andere kant de mens, de woning. Elke woning situeert zich op aarde en neemt een stuk van de aarde tot zich. Je zou het ook kunnen zeggen, het zijn de twee schalen ook, het algemeen welzijn en het individuele geluk. Dat zijn ook de schalen waartussen dat een architect moet opereren. Hij moet eigenlijk toch ook een evenwicht vinden tussen het individuele geluk van de opdrachtgever, wat dat ook betekent. Want er zijn ook, hoe zal ik zeggen, juridische constructies die opdrachtgever zijn, meer en meer. En aan de andere kant het algemeen welzijn. Ik heb dan maar Top Office opgericht, een bureau voor architectuur en stedenbouw. En wij wouden ontwerpen maken met de schaal van de aarde voor ogen. Deze slide ertussen gestoken omdat het eigenlijk een goed voorbeeld is van hoe dat we niet meer blind kunnen zijn voor de impacten die we hebben op de wereld. Dat is deze laptop, die staat hier in Gent en die zal heel waarschijnlijk in Shanghai of in de buurt van Shanghai gebouwd zijn. En dan zie je alle stromen van grondstoffen en materialen die naar Shanghai moeten gaan om dat laptop in elkaar te zetten en dan naar Europa te brengen. Dus we kunnen niet meer onschuldig doen alsof dat de aarde ver van ons bedshow is. Als er gebouwd wordt, dan komt het nikkel om in het staal te doen, om roestvrij staal te krijgen, dat komt van Nieuw-Caledonië. Er wordt Nieuw-Caledonië voor geplunderd. Voor het koper wordt Chili geplunderd, misschien. Voor onze isolatie, dat nu heel belangrijk is, onze isolatie, daarvoor moeten ze zo 2000 meter onder de zee petroleum boren. Met alle gevolgen van dien, zoals de Deep Horizon. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten en er moet toch rekening mee gehouden worden, denk ik. Ik laat ondertussen een villa zien die ik gebouwd heb. Omdat je kunt ook plaatselijk opereren, maar je hebt toch nog altijd die schaal van de aarde in oog. Maar dit is natuurlijk de cliënt zijn droom die er gebouwd wordt. Dat is de inkom vanuit de garage. Ik ga er maar op door. Het interieur. Nog een interieurfoto. Ik laat dat zien, dat is een individuele woning. En het is duidelijk dat de impact van die individuele woning op de aarde veel kleiner is als de impact van deze hyperbuilding van OMA. Die nog niet gerealiseerd is, maar die zou gerealiseerd moeten worden in Bangkok, als ik me niet vergis. Ik denk ook dat het een gebouw is van meer dan een kilometer hoog. Daarmee dat ook zo moet gestuurd worden langs alle kanten. Het is duidelijk dat die impact veel groter is. En ik kom er ook nog op terug, op de grootschaligheid van architectuur. Ik kom nog een keer terug over de die droom van een huis bouwen, dat is het interieur ook van de villa die ik u laten zien heb. Een foto die je in architectuurtijdschriften zelden ziet, maar waar ik heel fier op ben. Als architect is het ook zo dat je kunt wel als architect iets ontwerpen, maar op een bepaald moment moet je dat ontwerp loslaten. En wordt het overgenomen door de gebruikers. Wie dat dan ook is. En het is ook een zorg, een evenwicht om dat los te laten. En ik ben er onwaarschijnlijk trots op dat het interieur dat uit een vorige woning komt, hoe dat dan naadloos past in dit ontwerp. Al is het maar om de schaal der dingen. Waar ik eerst iets wil over zeggen, is over het. Ik wil toch iets over het modernisme zeggen en waarom. Wel, ik denk dat modernisme stedenbouw heruitgevonden heeft. Of st-
het maatschappelijk aspect van stedenbouw ontdekt heeft. Het is een ontwerp voor een lineaire stad die de baai van Rio de Janeiro volgt. Ik vind het eigenlijk een fantastisch ontwerp op waar men zegt dat de baai van Rio de Janeiro de mooiste baai ter wereld is. En Copacabana en Ipanema, dat zijn de mooiste stranden ter wereld. En daar zo'n stad bouwen, ik vind dat fantastisch. Iedereen die in die stad woont, het is een lineaire stad, heeft zicht op het mooiste strand ter wereld, op de mooiste baai ter wereld. En achter zich uitzicht op het binnenland. Ik zie het ook nog een keer vanuit de zee. Dat is een andere kant waar je ziet hoe respectvol dat toch ook in het landschap staat. Maar wat dat daar, waarom dat ik zeg dat modernisten de maatschappelijke taak van de architectuur uitgevonden hebben, dat is de eerste keer dat architectuur voor gans de maatschappij is. Het stedenbouw voor gans de maatschappij is. Voor het modernisme was er ook stedenbouw, maar was altijd maar voor een deel van de maatschappij. Dat vind ik er heel belangrijk aan. Het zijn ook de modernisten, lezen natuurlijk in de jaren 30, heel socialistisch georiënteerd, met een sterke autoritaire staat. Dat is het minste dat je er kunt van zeggen. Maar wat Le Corbusier in zijn stedenbouw begreep, dat het algemeen belang primeerde op het individueel belang. Dat individu, of ik moet het eigenlijk duidelijker zeggen, dat het individueel belang gediend was door het algemeen belang te dienen. En in dit ontwerp is het dat heel duidelijk. Door voor één grote vorm te kiezen, dat is het algemeen belang, heeft iedereen de vrijheid, horizon voor zich, geen overburen, en zowel van voor en achter. Maar we moeten over de aarde nadenken in die zin dat ik dus vond met die foto van de aarde te zien dat stedenbouwkundig denken misschien te klein denken was voor de 21ste eeuw. De commerciële strijd tussen de steden en city marketing en city branding, daar kun je toch ook wel kanttekeningen bij zetten. Dus ik dacht, ja, hoe moet je beginnen aan stedenbouwkundig denken met gans de wereld in je achterhoofd? En dat heeft zich geuit in een aantal voorstellen. Het waren er in het begin veel meer, maar ik heb ze altijd een beetje gecondenseerd en aan zelfcensuur gedaan. Ja, ik heb het ook met een andere achtergrond. Dat is misschien wat voor te lezen. Er zijn er altijd twee waar ik... die ik voor het ogenblik nog altijd de beste vind, en dat is het een, is eigenlijk geen voorstel, maar dat is een advies. Dat is advies om de zoo in Antwerpen te sluiten. Er staan wel tussen haakjes in Antwerpen, maar het zijn eigenlijk allemaal voorstellen die, alhoewel dat ze soms lokaal zijn, wereldwijd kunnen gedacht worden. Ik begrijp niet dat in de 21ste eeuw mensen kunnen geboeid zijn door een dier in een kooi. Ik begrijp dat niet. In de 21ste eeuw, waar we allemaal zo tuk zijn op onze iPhone en onze iPad en onze iMac en onze weet ik allemaal, dan is dat toch niet tof om de leeuw in een kooi te zien zitten. Dan is het toch veel toffer om op uw iPhone de leeuw in de jungle te zien rondlopen. Met spannend gefilmd. En dan kun je zeggen, ja, maar als je dan toch eens een keer een leeuw in het echt wilt zien, dan kun je naar het Natuurhistorisch Museum gaan, dan kun je hem zelf nog aaien. Er staan allemaal opgezette dieren, die kunnen dan nog aaien. Een ander voorstel dat ik ook nog altijd wil oefenen is voorstel om nucleair afval naar de zon te schieten.
Het is een beetje gevaarlijk in het begin, maar als ze vertrokken is, is het definitief weg. Om nog een keer terug te komen op om het verschil te laten zien tussen het modernisme, hè, met die sterke staat, die autoritaire staat, die in het beste geval diende om het welzijn van iedereen te bestendigen, en wat dat in sommige gevallen toch ook wel gedaan hebben. Ik denk, zonder het modernisme, een derde van ons in kartonnen dozen zou wonen. Het zijn de modernisten die duidelijk gemaakt hebben dat er aan sociale woningen moest gedacht worden. En dat het aan de staat was om te zorgen dat kon gerealiseerd worden voor iedereen. Er is een groot verschil met de dag van vandaag. Daar heb je de autoritaire staat en nu zitten we in de gedereguleerde staat. Eigenlijk zitten we nu terug voor de Franse Revolutie. Alleen zijn de koningen en prinsen en bischoppen en weet ik wat allemaal, is nu vervangen door corporates. En die delen nu de lakens uit. Dat is zo een aantal foto's die ik eens een keer van tv genomen heb, omdat ik vind dat Dubai een goed voorbeeld is van hoe dat de architectuur evolueert in een gedereguleerde maatschappij. Waar terug architectuur gemaakt wordt voor de happy few. En Dubai vind ik er een zeer goed voorbeeld van, omdat op één dag zag ik ene keer op de computer en een andere keer op tv, enerzijds Rem Koolhaas die de lof steekt over Dubai. Daar kan men aan architectuur doen, daar is geld om aan architectuur te doen, daar kan de meest vooruitstrevende architectuur gebouwd worden. En dezelfde dag zie ik een reportage over Indiërs die de Dubai bouwen en die in staking gegaan waren omdat ze verdienden €25 per dag voor 10 uur per dag werken en de aannemer had nu beslist dat het maar €20 ging zijn. Dubai. De onderschriften zijn eigenlijk sprekend, vind ik. Nog eens terug naar het modernisme om het grote verschil te laten zien. Dat is de Ville Radieuse. De Ville Radieuse wordt in brede kringen, ook in mijn vakgroep, gezien als het begin van alle kwaad. Als, ik weet niet meer, een jaar of 5 geleden in Parijs auto's in brand gezet werden, dat was de schuld van Le Corbusier. Want die had dat. Die had zo'n steden gebouwd rond Parijs. Daarmee wil ik dat toch wel laten zien. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, al die banlieues rond Parijs, dat komt allemaal voort van Ville Radieuse. Dat is een project dat hij voorgesteld heeft in Brussel voor de CIAM, Congres International de Architectuur Moderne. Dat is natuurlijk, op het eerste zicht is datzelfde. Alleen het verschil, als je alle kwaliteiten uit Le Corbusier wegneemt, omdat het allemaal te duur is, en je bouwt nog alleen het geraamte, ja, dan heb je natuurlijk problemen. En het is natuurlijk niet omdat een stad hoogbouw is dat problemen schept, het is omdat er in een wijk geen voorzieningen zijn. En of dat in hoogbouw is of in laagbouw, dat is juist hetzelfde. Die Vinex-locaties van tegenwoordig in Nederland, binnen 10-tal jaar zijn dat ook probleemgebieden. Met pubers die niet weten waar lopen, want er is niks van voorzieningen. Er is geen enkele plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En als ze op straat rondlopen, zijn het hangjongeren. Dus het gaat eigenlijk over de voorzieningen. Ja, om te beginnen, een groene stad. 1000 inwoners per hectare.
Gent is ongeveer, denk ik, tussen de 150 en de 200 inwoners per hectare. En toch veel meer groen als in Gent. Eigenlijk een veel compactere en densere stad dan Gent. Alhoewel dat zeer open is. En dat je bijna vanuit elk appartement zicht hebt op de zonsondergang. En, ja. Ik ga even vliegen, want anders gaat het lang duren. Voor Le Corbusier was het ook belangrijk. Het enige dat telde in de architectuur, dat was de zon. De dictatuur van de zon, noemde Le Corbusier dat. Er is één zekerheid, zei hij, op aarde. En dat is dat 's morgens de zon opkomt in het oosten en dat ze 's avonds in het westen ondergaan. Daar kunnen we zeker van zijn. Het is de zon die bepaalt hoe dat een huis georiënteerd wordt. Je hebt aangename, gezonde woningen en je hebt er andere zon. Villeradieuze, het was een totale stad met industrie, magazijnen, KMO's, hotels, een zakencentrum van boven. Het hoofd, dat is het zakencentrum, het heeft een beetje een antropomorf karakter. Maar het interessantste is toch wel de stad waar dat de mensen wonen. En hier zie je, zo slabben, die zigzaggen, in Meubelaar-Redon noemde hij dat, zigzaggebouwen. De patronen zijn zeer mooi, daar heeft hij lang op gestudeerd. Maar ik heb eens gelezen dat Le Corbusier, toen hij in de kleutertuin zat, dat hij het beste van iedereen weefmatjes kon maken. Dat is hierin te zien. Maar hier zie je, er wordt ook niet alleen gewoond, maar in het midden is er een zeer forse socioculturele as voorzien. En het gaat nog verder, zo ieder een blok, ik zie, er is zeer weinig bebouwd, maar er is zeer veel voorzieningen, sport, voetbal, zwembaden, tennis, banen en andere. Ja, dat is het verschil voor de densiteit nog eens te laten zien. U kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat is toch wel een afschuwelijke stad om in te wonen. En ik geef er ook, dat het zal ook wel een afschuwelijke stad zijn om in te wonen, Villeradieuze, op een bepaalde manier. Maar het was ook maar een voorstel. Le Corbusier, denk ik niet, heeft ooit de ambitie gehad om dergelijke stad te bouwen. Het was eigenlijk een oefening. Hij heeft heel zijn leven geoefend om, als er een vraag zou komen om een stad te bouwen, dat hij wist hoe dat hij er moest aan beginnen. En dat dat zijn vruchten afgeworpen heeft, vind ik toch wel te vinden in Indië en Chandigarh. Wat ik een fantastische stad vind, waar ik nu geen foto's van mee heb. Omdat Indië is al een fabuleus land en er staat dan ook een fabuleuze stad in. In architectuurkringen wordt dat als het slechtste van het slechtste afgeschreven. Maar niemand is gaan zien, of weinigen zijn gaan zien. En, ja. En waarom wordt dat als een slechte stad afgezien? Wel omdat Corbusier daar in geslaagd is om een stad te ontwerpen waar dat bij wijze van spreken iedereen zijn goesting kan doen. Hij had dat al een keer laten zien dat dat mogelijk was in Algiers, het project van hetzelfde jaar als Villeradieuze. Dit vind ik de meest fabuleuze architectuurtekening van de 20e eeuw eigenlijk. Hoe dat je in een grote structuur en in een groot concept en in een grote worp, want je kunt toch wel zeggen, ik weet niet hoe dat ik achter, ja, het is een zeer grote worp, zo'n parabool ook weer die de kustlijn volgt in Algiers. En dan in de bergen van Fort-en-Pereur ook zo nog wat met arabesken een stad gemaakt. Bovenop op dat lint. Is een autostrade, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, dat is misschien wat overdreven. Maar in dit groteske, in deze groteske setting, in één worp gezet, kan iedereen naar behoefte wonen. Je ziet daar gewoon een modernist in, je ziet daar ook een berber in zitten, allerlei traditionele architectuur,
neutrale architectuur en iedereen kan er zijn zin doen. En dat is zeer belangrijk. Ik pleit al zeer lang voor maximale vrijheid voor het individu en voor de familie. En ik vind dat juridische en financiële constructies, dat die juist zeer sterk zouden moeten gereglementeerd worden. Die zouden maximaal moeten gereglementeerd worden. En waarom? Niet omdat ik communist ben, helemaal niet. Ik zou niet willen leven niet onder communistisch regime. Ik ben helemaal geen communist. Maar omdat dat de logica zelf is. Een individu kan veel minder kwaad, ja, dat mag ik niet zeggen, maar heeft veel minder impact op de aardbol dan... ik weet niet wat ik moet noemen, alleen ik zal het maar al zeggen om iets te noemen. Maar ik wil er niks mee zeggen, ik kan even goed Citroën zeggen. Die hebben duidelijk veel meer impact op de... Ik zie het vanuit ruimtelijk standpunt, hè? Niet vanuit politiek standpunt of vanuit ideologisch standpunt. Ik zie het later vanuit ruimtelijk standpunt. Weer programma's van vandaag. Programma's van vandaag, dat zijn... Het gaat altijd over marketing. Shoppingcentra. Hè? En zie hoe dat ze... afgespiegeld worden. Dat staat er nog niet, dat shoppingcentrum. Dat is een bord, een billboard dat ik gefotografeerd heb om te zeggen dat dat shoppingcentrum er gaat komen. Of stadsmarketing. Bilbao is helemaal uit een afgrond getrokken door Frank Gehry in het Guggenheim Museum. Om auto's te verkopen. Hè. Dat is als je een BMW koopt, dat zal maar alleen in Duitsland zijn, dan word je uitgenodigd. Hè. En dat is, hoe noemt dat? Het BMW, waar dat ze de auto zo veranderen aan de koper. Hè. Dan word je uitgenodigd in dat gebouw en dan krijg je een rondleiding in de fabriek. Dat is ook allemaal architectuur van Zaat. Dit is van Koop Himmelblauw. En dan staat daar, zie ik er ingepakt uw BMW te wachten. Wauw, mijn BMW. Nu gaat het allemaal downsizing worden. Hè. Ik dacht dat je er eigenlijk ook anders kon tegenaan gaan als architect. Misschien, ik heb altijd gevonden, ik vind nog altijd dat er veel te veel gebouwd wordt. En veel te veel omdat het altijd maar voller en voller geraakt en omdat er ik weet niet hoeveel leeg staat en omdat overal waar dat leeg staat, dat zijn allemaal gevaarlijke punten en erdoor is van alles en nog wat. Hè. Er wordt dus enerzijds veel te veel gebouwd. Dus we bouwen eigenlijk voor de leegstand. Hè. We bouwen kantoren om te laten leegstaan. Dat is enerzijds zo, maar anderzijds denk ik, dat de bouwwereld de grootste vervuiler op aarde is. Als je alles in rekening brengt. Ik ben in Nieuw-Caledonië geweest. Je neemt niet voor mogelijk wat ze er allemaal uitzetten om aan de nikkel te geraken. Hè. Als je naar een reisbureau gaat en je vraagt een folder van Nieuw-Caledonië, dan staat er altijd in de grootste lagune ter wereld. De meest biodiverse lagune ter wereld, Nieuw-Caledonië. Wel, een of andere Belgische baggeraar die baggert nu door die lagune om aan land de nikkel te kunnen gaan halen. En Tractebel, die bouwt daar de grootste steenkoolstofcentrale ter wereld. Om allemaal om die nikkel eruit te halen. Ik vertel het u maar dat je het weet. Dus ik dacht, ja, je kunt als architect in plaats van met betonblokken ook uw ambities realiseren met legoblokken. Ik heb zo een aantal constructies met legoblokken gemaakt, waar dat ik ook eigenlijk vooral ook het thema wilde ontwikkelen van orde versus chaos. En dat is natuurlijk ook een zeer interessant domein voor architecten en steekbouwkundigen. Ik denk, ik zie het nu zo,
de stedenbouwkundige of de architect creëert orde. Tenzij dat je Frank Gehry noemt of Claude Pimmelblau, maar je creëert orde zodanig dat het leven van de mensen daar rommel kan in maken. Want de mens heeft rommel nodig. Die heeft behoefte aan rommel, misschien geen behoefte aan rommel te maken, maar zonder dat hem het wil, maakt hem rommel. Maar om die rommel te kunnen plaatsen, heeft hij ook orde nodig. En dat is eigenlijk een beetje het thema dat daarover gaat. Het is altijd anders. Een zeer formele constructie en dan zitten er alle blokken en alle kleurtjes door elkaar. Of zitten alle kleurtjes door elkaar en zitten alleen de rode blokken symmetrisch op een plaats enzovoort. Je kunt dat ook met containers doen, dacht ik. Want containers is eigenlijk ook een fantastisch medium. Overal ter wereld zijn er containers, tot op de Zuidpool. Want ze laten altijd die Elisabeth-basis zien, hè. Dat is zo'n bungalow dat we er gebouwd hebben. Hè. Een fantastische bungalow, en dat laten ze altijd zien, hè, de Elisabeth-basis. En nu en dan zie je ook eens dat er naast die bungalow een stuk of 50 containers staan. Er staan ook al containers op de Zuidpool en die geraken er nooit meer weg. Op elk eiland in de Stille Oceaan heeft elk huis een container naast zijn huis staan. Want die geraken er niet meer weg. Dus geen ene kapitein die lege containers wil opladen. Die wil volle containers opladen natuurlijk. Dus overal ter wereld zijn er containers. Je kunt overal ter wereld kunnen zo monumenten maken. En wat ik er ook toch aan vind, het zijn dan eens even monumenten en een maand nadien zijn terug containers. Links spijbank noem ik dat, omdat ik dat op een schip getekend heb en dat schip noemde spijbank. Dat staat er nu permanent. Ik heb ook heel veel cartografisch werk gemaakt. Ja. Als je met de wereld bezig bent, dan wil je dat ook een beetje kennen. Dat is zo'n cartografisch werk. Ik ontdekte op een bepaald moment dat de enigste hoofdstad in Europa die als antipode land had, dat dat Madrid was. Dus dacht ik, ik ga zo eens een keer reizen rond de wereld ontwerpen vanuit Madrid en dan moeten we naar Nieuw-Zeeland. We moeten naar Nieuw-Zeeland, naar Weber. Dat is een klein dorpje in Nieuw-Zeeland. Een kleuterschooltje, een brandweerkazerne, een café, een post, een huis of drie. En een monument voor drie Nieuw-Zeelanders die gesneuveld zijn in Ieper. Dat is wel merkwaardig. Je komt daar in Weber toe en je ziet dan dat. Dus je kunt vanuit Madrid, welke windrichting dat je ook uitgaat, ga altijd rechtdoor, dan maak je een reis rond de wereld. En niet zoals Jules Verne, want dat was maar kort, dat was zo'n klein cirkeltje, maar een grote cirkel, 40.000 kilometers. En als je dat wilt doen in 80 dagen, dan moet je 500 kilometers per dag afleggen. En dat zijn de parallele cirkels die je ziet. Hè. Ja, ondertussen kan ik al goed tekenen, de mede dat ik dat maar laat zien, ik kan nu al heel goed bollen tekenen. Eigenlijk is dat het laatste dat ik gedaan heb. In 2007 ben ik in Palermo vertrokken. En dan op een zeiljacht, La Malou, en ben ik... In november 2010 aangekomen in Richards Bay in Zuid-Afrika. Omdat ik vind dat is niet de eerste keer dat ik rond de wereld gereden ben. Ik vind als je zegt dat je organist bent, dan moet je nu en dan toch eens een keer rond de wereld gaan. Je moet de wereld toch wat verkennen. Daarna heb ik mij vooral beginnen toeleggen met bureau op infrastructurele werken. Dat is een project om de TGV van noord naar zuid boven Brussel te laten lopen.
boven de tunnel van de Noord-Zuidverbinding. Wat ik daarin ontdekt heb, ik kan er lang over uitweiden, maar ik ga dat nu niet doen. Maar wat ik daarin ontdekt heb, dat is dat openbaar vervoer en openbare ruimte, dat dat goed matcht. Aan een station is er altijd heel veel, openbare ruimte. Of is de openbare ruimte heel openbaar? Hoe moet ik het uitdrukken? Aan een station is de openbare ruimte altijd zeer openbaar. Als je zoals hier, want onder de brug kon je als voetganger op een rollend voetpad ook van noord naar zuid gaan. Tegen 12 kilometer per uur. Dat is nogal vlug voor van noord naar zuid te gaan. Met een prachtig uitzicht. En overal waar dat er pylonen waren, dat waren gebouwen, konden naar beneden gaan en waren in het centrum van Brussel. Het was dus eigenlijk een uitgelegd station, eigenlijk een beetje zoals een hedendaagse luchthaven. Dus ik ontdekte dat dat goed samenging en een aantal jaren nadien heb ik dat toegepast voor een project voor Wenen, dat de Zuidenpool genoemd werd. En dat was een nieuwe uitbreiding, een nieuw district voor Wenen op het Donau-Ins. In het midden van de Donau hebben ze in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70, denk ik, een kunstmatig eiland gebouwd voor de Donau een beetje onder controle te brengen. Dat is niet bebouwd, dat is recreatiezone. Ik wou er eigenlijk een nieuw district op bouwen. De grond nog altijd wel als recreatiezone behouden. Maar een heel nieuw district dat gelinkt was aan een metrolijn die je ziet. En die metrolijn vertrok eigenlijk aan de luchthaven van Wenen. Dus in het centrum van Wenen, een zevende U-baan, die met kruisstation eigenlijk gans Wenen met openbaar vervoer verbond met de luchthaven. Waardoor, dat zou er dan zo uitgezien hebben, of dat zou er zo kunnen uitzien, de woongebouwen, er is niet veel over nagedacht. In feite zouden dat allemaal cité radieuses kunnen zijn, omdat het eigenlijk toch nog altijd het beste appartementsgebouw ter wereld vindt. En dan met een brug, en in die brug zat dan een metro rijden en ook met een promenadedek bovenop en twee verdiepingen waarin dat stedelijke uitrusting zou plaatsgrijpen. Zodanig dat je werkelijk woont aan de centrale as van Wenen. En het wordt de centrale as van Wenen omdat je hebt de metrolijn van 20 kilometer, laat ons zeggen om de 800 meter een metrostation, dan heb je 25 stations. Overal is de openbare ruimte opgeladen. Zou het er dan zo kunnen uitzien? Daarna heb ik een studie gemaakt om wat moet er dan allemaal in zitten. Wat heeft een stad nodig om een stad te maken? Een stad is niet alleen mensen die wonen, die hebben ook van alles nodig. Die hebben uitrusting nodig. En op een bepaald moment kwam ik tot de conclusie van, goh, ik zou niet weten, dat was een district voor 120.000 mensen in Wenen. Ik zou niet weten wat dat er allemaal als uitrusting moet gebouwd worden voor 120.000 mensen. Ik schrok er een beetje van, want ik zei al 15 jaar dat ik stedenbouwkundige was. En dat is zoiets evident, wist ik dat niet. Maar ik schrok dan nog harder, want dan begin je te zoeken om dat te vinden. En dan schrok ik nog harder, want dan zag ik dat niemand dat wist. Dat er nog nooit geen studies rond gedaan waren. Of nooit geen studies over de totaliteit, altijd maar facetten. Bijvoorbeeld scholen, dat is heel simpel. Hè. Dan moet je een geboortecurve zien, dan weet je hoeveel scholen dat je moet bouwen. Maar
om het totaal te hebben en een evenwicht tussen al die dingen, dat is niet zo evident. Dus we zijn begonnen met een studie ik moet hier het volgende laten zien. Ik ga deze laten zien. Eigenlijk is het altijd zeer simpel, hè. Gezien in Ixas, en er komen altijd met meer en meer inwoners, en de uitrusting wordt altijd complexer en complexer. Je hebt altijd meer en meer nodig. Hè. Dit is een plaat die we gemaakt hebben voor cultuur en amusement. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat al hetgeen dat je vond terug te brengen op dezelfde noemer. En dat is hier het aantal inwoners. Maar natuurlijk, dat laat ook al direct de zwakte zien. En het is duidelijk dat een studentenstad zoals Gent een ander uitrustingspatroon heeft dan Oostende, een balneaire stad. En daarmee ook dat ik toen als titel genomen heb de onaangepaste stad. En dat programma, je kunt zeggen dat programma is totaal verkeerd. We hebben een aantal steden in Europa onderzocht. Dat is ook alles wachten dat alleen maar in Europa is. Een stad in Bangkok zal er ook wel helemaal anders uitzien dan Brussel. Dat is duidelijk. Maar in al zijn onaangepastheid geeft dat toch ook een juiste indicatie van een aantal ruimtes die moeten ingevuld worden. En het verschil in allemaal soorten verschillende ruimtes die er zijn. Er zijn gebouwen die vragen om een architectonische uitdrukking te hebben. Denk, culturele gebouwen verdienen om een architectonische uitstraling te hebben. Er zijn gebouwen die dat helemaal en die dat beter niet zouden hebben. Er zijn zeer specifieke gebouwen. Een zwembad is een zwembad. Hè. Als er geen water is, is er geen zwembad. Hè. Dus er zijn zeer specifieke gebouwen. Er zijn grote ruimtes nodig. Er zijn grote ruimtes nodig met grote overspanningen. Er zijn ruimtes nodig die groot moeten zijn, maar waar dat pilaren mogen in staan. Je hebt kleine ruimtes nodig, je hebt middelmatige ruimtes enzovoort. En dat geeft toch een tamelijk duidelijke inzicht van wat voor soort ruimtes dat je hebt. Ja, die platen zijn niet zo te goed leesbaar, maar er is ook zo'n programma gemaakt. Een Excel-document getypt dan in. Wat ik een keer gedaan heb, maar dat is een tijd geleden. Mee. Ik heb zoiets een keer 6,5 miljard mensen ingetypt om te zien wat dat gaf. En ik zet dat altijd eerst in, ik noem dat een vlag, dat is een rechthoek in de gulden snede. En het wit gedeelte, dat is de oppervlakte die 6,5 miljard mensen nodig hebben om te wonen. En de ingekleurde deel, dat zijn de verschillende soorten voorzieningen dat die mensen nodig hebben. Het is nogal verrassend als je dat op een kaart legt. Hè. Je ziet België, hè. We kunnen eigenlijk we hebben eigenlijk niet zoveel plek nodig. Natuurlijk, hier is een heleboel niet meegerekend. Industrie is niet meegerekend, wegen is niet meegerekend. Alles is tegen elkaar geplakt. Maar toch verschoot ik toen ik dat zag van, we hebben nog veel plek op aarde. Ik heb het zelfs buiten het bureau ook nog eens een keer laten uitrekenen. En kwamen altijd op hetzelfde uit. En dan heb ik nog verder gezocht. En dan heb ik zo eens een keer de aarde herschikt. 2/3 water, hè, dat is dat blauw. En dan het land op aarde, dat is het geel vlak. En dan de oppervlakte die ingenomen wordt door de steden op aarde. Ik weet al niet meer waar dat de bron is. Ergens op internet. Van alle steden boven de 50.000 inwoners, dacht ik. En dan het zwart en het wit, dat is enerzijds wat dat je nodig hebt om te wonen en de uitrusting. Ja, er zijn al een aantal maquetten van gemaakt. Ik ga dat een keer vlug door. Bric-à-brac, omdat ik nog niet goed wist wat dat er moest gebeuren. Met onderaan een unité d'habitation, het gebouw met het mooiste dak ter wereld. Te laten zien waar ik de mosterd gehaald had. Een verbetering, Dinky Town. Het is altijd lineair. Altijd lineair. Hier, de stad kan toch niet lineair zijn, dat is natuurlijk ook zo. Maar eens dat je een draad gesponnen hebt, kun je ermee breien, kun je ermee crocheteren, kun je ermee knopen, kun je er gluwen van maken, kun je ermee doen wat je wilt. En deze maquette laat dat zien, dat je kunt weven met een draad.
En ook omdat, omdat ik nogal dikwijls te horen kreeg dat communistische stedenbouw was. Zo iedereen in appartementen, in slappen, dat is toch niet meer van deze tijd. En, we leven nu toch in een gepersonaliseerde wereld. En om toch maar duidelijk te maken dat het geen communistisch project was, ben ik dan begonnen met Fixity, VIP City. En in VIP City woont iedereen huisje, tuintje, diertje. Op een kaveltje. Dat is ook heel eigenaardig. We moeten duurzaam bouwen. We moeten duurzaam bouwen. Maar het is toch wel heel eigenaardig als we moeten wonen en zo weinig mogelijk, als we passief, energiepassief moeten wonen, dat we dan eerst allemaal apart gaan wonen. Een bungalow, zodanig dat we heel veel oppervlakte moeten isoleren. U begrijpt dat niet goed. Je kunt ook door vorm kunt je ook passief wonen. Hè. Dicht bij je is warm, letterlijk. Hè. Als je compact woont, moet je weinig isoleren. Hè. Maar dat wordt nooit gezegd. Hè. Duurzaam, je wordt er met om doorgeslagen. Kan niet op, het is nu patibouw worden als ik naar hier rijd in de auto. En alles was duurzaam in jouw patibouw. Alles was duurzaam. Tot de keukens van 13.000 euro toe waren duurzaam. Alles is duurzaam. Dat is zo'n belachelijk begrip. Je moet er eens op letten. Alles dat aangepraat wordt om duurzaam te zijn, dat moet altijd consumeren. Je moet je oude auto, je moet die weggooien. Want die vervuilt te veel. Je moet een nieuwe auto kopen, die vervuilt veel minder. Dat die een oude auto dan in Afrika verder gaat vervuilen, dat trekken we ons niet aan. Dat is voor de Afrikanen. De ketel van de centrale verwarming, als die 5 jaar oud is, dan moet die een uitbreken, want die heeft geen rendement. Je moet zo'n hele goede nieuwe kopen, die heeft heel veel rendement. Isoleren is van hetzelfde. Het is beter van 20 centimeter isolatie in de muren te steken dan 17 centimeter. Dat is 3 centimeter isolatie dat meer verkocht is. Tegenwoordig, je ziet dat in alles. Hè. Tegenwoordig, een boek die moet dik zijn. Dat is opvallend. Hè. Tegenwoordig, boeken zijn altijd dik. Dat is weer al, dat papier is weer al verkocht. Het gaat niet meer over de contents in de boek, het gaat over papier dat verkocht wordt. Ik vind dat zeer eigenaardig. Maar ja, ik dwaal af. Hè. Maar ja, dan VIP City, dan kun je denken, ja, als die mensen zo huisje tuintje moeten wonen, dan is daar toch ook wel een beperking aan. Hè. Want je kunt op 5 hectare wonen en je kunt klein wonen. Hoe moet ik dat bepalen? En dan heb ik het aantal vierkante kilometers land dat er op aarde is, een keer gedeeld. Hier is nog maar door 6,5 miljard. Door 6,5 miljard mensen. En dan kwam ik uit dat er per aardling nog 2,4 hectare is. Dat is nog ruim goed eigenlijk, hè? 2,4. Dus natuurlijk, alles is niet bruikbaar. Hè? Er is een heel stuk bevrozen. Er zijn zo'n dingen met pieken waar dat je kunt afvallen. Een zandbak. En dan heb je nog van alles nodig voor auto's te bouwen. En schepen te bouwen voor die nikkel van New Caledonië naar hier te brengen. En zo meer. Je moet daar dan zo wat manipulaties op doen en dan met alle manipulaties kwamen dan zo dat een familie nog op 0,633 hectare kon wonen. Ik vond dat zo'n schoon getal dat ik dacht dat is de juiste berekening. Dan is het al heel wat kleiner, hè, voor een familie. En dat is dat toch nog een vrij grote kavel, maar dat is toch al behoorlijk. Je zou dus kunnen zeggen, als je groter woont en je gebruikt je grond alleen maar om te wonen, niet gelijk Karel de Gucht, want je gaat wijn bouwen, hè. Maar anders, als je groter woont, dan kun je zeggen dat je onbeleefd woont. Er zijn veel mensen die dus onbeleefd zijn, maar niet weten dat ze onbeleefd zijn. Ja, uiteindelijk heb ik dan maar op een zeekaart, omdat ik er dan toch veel mee bezig was, op een zeekaart geprojecteerd. Ja, nog maar wat printjes van zo'n assen.
Wat ik daar wilde laten zien, dat is dat je, hoe zou ik het noemen, van de drie maquettes, alhoewel dat ze alle drie verschillend uitgevoerd zijn in verschillende kleuren, kun je toch zien dat ze tot een reeks behoren. En dat was eigenlijk wat ik wou onderzoeken. Tekeningen ervan. Ja, ik ga erop door. En dan uiteindelijk, ik ben er. De maquette, wat ik aan die maquette goed vind, dat is, hier ben ik er dus in gelukt om. Je moet dat zo voorstellen, dat is de uitrusting van de stad, hè, dat zit er allemaal in. Dat is zo ontworpen op aleatoire manier, dat je er kleine ruimtes hebt, grote ruimtes, architectonische ruimtes, lelijke ruimtes, schone ruimtes en meer, zodat iedereen er zijn goest in vindt. Maar dit zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn, wat ik bedoel, de mensen hebben alle vrijheid op hun kabel van 0,6633 hectare. Dat is nu ook al wel een beetje minder. Maar de kavels waren ook zigzag zodanig dat ze gemakkelijk in drie te verdelen waren. En als uw kavel in drie verdeeld was, dan hadden we wel een kleinere kavel, maar een regelmatige. Dus daar kan iedereen wonen eigenlijk als je wilt, in die appartementen ook een beetje verbeelding. En dan zie je hier zo'n ruwbouw en, waarin dat, alle constructies, ik bedoel van firma's, hun plaats moeten vinden. Dat is misschien een nieuwe vorm. Ik beoogde toch zo'n nieuwe vorm van over steden te denken hiermee te bouwen. Waarin dus. Het is. Het enige, en daar denk ik moeten we echt voor vechten, dat is de openbare ruimte moet openbaar blijven. Alles is nu al gedereguleerd, maar laat ons toch maar de openbare ruimte reguleren. Denk ik. Ik denk niet dat we er goed vanaf zouden zijn als ook de openbare ruimte nog geprivatiseerd wordt. Voorlaatste dia, en dit is de laatste dia. Les is les. Dat is een architectuurmopje. Dat grapje begint, dat was geen grapje, met Mies van der Rohe, die zei, les is more. Waar dat in zekere zin gelijk heeft. Dat is een heel goed ding om tegen jezelf te zeggen, als je aan het opruimen bent. Je moet altijd tegen jezelf zeggen, les is more. Of als je iets verloren, als er iets kapot is, of je zegt iets verloren, dat is ook heel goed om de pijn te verzachten. Dan zeg je maar tegen jezelf, les is more. Maar in de jaren 70, door een Amerikaanse architect, Venturi, die veranderde dat in les is not more. En op een document dat 12 had, Rem Koolhaas ergens geschreven, more is more. Ook waar. Maar ik denk dat les is les voor het ogenblik beter past. Oké, bedankt. Goeie idee heb ik. Heb ik eigenlijk een paar bedenkingen gemaakt. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat de lezing van Luc Deleu hier op een heel menselijke basis eigenlijk gegeven is. Ik wil mij dan ook, omdat we hier toch ook in de sessie zitten van geluk, in hoeverre, en dan richt ik mij naar de spreker, in hoeverre kan architectuur een rol spelen in het individuele, persoonlijke geluksgevoel als je ziet en nadenkt wat er allemaal op ons afkomt ten opzichte van overbevolking, de vergrijzing, plaatsgebrek, vervuiling, zoals je zelf hebt aangehaald. Wat is het menselijk aspect dat we daar nog kunnen? Is er daar nog hoop? Ja, ik ben toch wel optimistisch. Ik ben van nature toch wel optimistisch. Ik denk dat we in orde komen. Zelfs nadat de petroleum op is en dan komt het wel in orde, denk ik.
Maar dat is natuurlijk terecht. En ik denk dat dat eigenlijk ook mijn werk gedurende een hele carrière al bepaald heeft. Eigenlijk moet je eerst zorgen dat het algemeen welzijn in orde is. Over duurzaam gesproken, wat dat heel duurzaam is, dat is armoede is duurzaam, oorlog is duurzaam, watertekort is duurzaam, al die dingen zijn als duurzaam. En dat is natuurlijk toch een schaduw over ons geluk. En daarmee dat ik ook altijd architectuur in die grote context geplaatst heb. Niet dat ik er continu mee bezig ben ik heb niet zoveel gerealiseerd, maar als ik iets realiseer, dat ik er continu mee bezig ben. Maar het is toch, denk ik, een reflectie die automatisch ingebouwd is. En dat ik zo weinig gerealiseerd heb, dat heeft ook te maken met mijn idee erom. Omdat ik altijd denk, elke kubieke meter die niet gebouwd is, moet niet geïsoleerd worden. We zitten hier in de zaal met een heel jong publiek, waar dat we ook van deze jonge mensen eigenlijk de hoop niet kunnen ontnemen. Wat is volgens u een pedagogisch project dat we zouden kunnen starten in de opleidingen architectuur, vormgeving? Je mag natuurlijk niet fatalistisch worden. Dat is natuurlijk geen uitkomst. Ik heb heel groot vertrouwen in de menselijke creativiteit, eigenlijk. Ten goede en ten kwade. Er zijn periodes dat de menselijke creativiteit naar rechts gaat en er zijn periodes dat de menselijke creativiteit naar links gaat. Nu weet ik niet hoe ver dat we nog verder naar rechts kunnen gaan, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de limieten bereikt zijn. Een kleine anekdote, iets anekdotisch dat me bijgebleven is dat gesprek over Le Corbusier, dat hij in zijn klasje de beste was in het weven van matjes. Laten we bij u een keer een stukje teruggaan in de tijd. Mag ik u de vraag stellen, hoe is het bij u begonnen en welke herinneringen leef je mee? Mijn vroegste herinnering, maar mijn kinderen zeggen dat ik dat uitvind, maar mijn vroegste herinnering is, ik lig in een wieg met zo'n kap over. En ik zie zo de gevels van de straat zo liggend voorbij schieten. Ik denk dat mijn eerste herinnering is. En heb daar verder mee gedaan? Dat is dus huizen die voorbij vliegen, is mijn eerste herinnering, ja. Dat zie je toch vanuit dat wieske en een vorm met al het perspectief? ja, dat is het. Een tweede ding dat misschien ook bepalend is, maar dat weet ik niet, wij woonden, als ik klein was, woonden wij in twee huizen. Dat is zo gaten gemaakt, waren van het ene huis in het andere huis, en die twee huizen waren elkaar spiegelbeeld. Ik denk dat mij ook aan bepaald heeft. Want ik ken die twee huizen waren elkaar spiegelbeeld, maar hoe meer dat naar achter ging, hoe minder dat elkaar spiegelbeeld was. Dus de spanning tussen symmetrie en asymmetrie, ik denk dat ik dat ook in mijn jeugd opgedaan heb. Je lijkt me ook niet bepaald het type die werkt in eenzame opsluiting. Ik denk dat hoe kun je uw werkmethode omschrijven? Ja, dat is in de tijd heel hard veranderd. Laat ons zeggen, ik had toen ook al wel een bureau, maar tot de jaren 90 was het werk dat ik maakte, dat waren ideeën. We zullen de TGV boven Brussel maken. En daar wordt een maquette van gemaakt. Sinds
half jaren 90 van vorige eeuw. Door omstandigheden, omdat ik dan eigenlijk ervoor had ik zeer. Ik heb eigenlijk altijd heel goede mensen gehad die mij assisteren op een bureau, vind ik. Maar er was nooit niet in een lange termijnvisie. Er waren veelal studenten, stagiairs, die zelfs ook nog wel een paar jaar soms na hun stage bleven werken, maar nooit niet met een langdurig perspectief. Ik weet het niet meer, 96, 97 denk ik, wou ik absoluut een bureau hebben met een langdurig perspectief. En als je dat wilt, dan komt dat er ook. Waardoor dat er mensen op het bureau komen werken die dat ook hadden. En waardoor dat ik wist dat die er voor lange tijd op het bureau gingen werken, waardoor dat op het bureau een soort van langdurig onderzoek, je hebt dat gezien, de onaangepaste stad, dat heeft toch 10 jaar geduurd en nu zijn we in Urban Space bij, dat duurt toch ook al een jaar of 5, denk ik, een langdurig onderzoek kunnen ontwikkelen. Dat is één ding, maar het bureau heeft ook, hoe zal ik het zeggen, een strategie ontwikkeld waardoor dat kan. Wij kunnen afzonderlijk aan hetzelfde ontwerpen en dat past altijd. Dat is een symbiose die, wat ik mag zeggen, dat top office heel gelukkig. Maar eigenlijk, zo zeg ik het ook dikwijls, top office dat is een band. En door omstandigheden ben ik, laten we zeggen, singer-songwriter of singer. En is iedereen songwriter, want de songs worden samen geschreven. En dat is zeer, ik denk dat dat zeer uitzonderlijk is. En dat gaat zeer ver. Ik was, toen ik rond de wereld zeilde, buitenwereld dacht dan wel dat ik gestopt was. Zo'n soort Jacques Brel geworden, dan hadden we maar die zin. Ik zei dat ik beu was, maar dat was zo niet. Want ik heb altijd tegenwoordig kunnen werken op een zeilschip. Je hebt een satellietverbinding, je hebt een laptop, je hebt hier een bureau bij. Dus ik werkte verder. Ik herinner mij dus ook aan projecten. Dat ik een project tekende van misschien moet het zo zijn. En dat je een mail kruiste, en mijn mail vertrok en ik kreeg een mail binnen van Steven met hetzelfde tekeningetje van zou het zo niet doen. hebben deze zeilreizen uw werk voor een stuk bepaald? Tot welke inzichten ben je gekomen als je aan het zeilen werd? Omdat ik denk, als je aan het zeilen bent, dat je toch wel sterk op je eigen aangewezen bent en dat je enorm veel zelf moet doen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, wat ik kan, ik vind van alles aangenaam aan zeilen. In de eerste plaats reizen, de wereld zien. Maar wat dat ook heel tof is aan, vind ik, aan varen, niet alleen zeilen, varen, dat is de solidariteit die zich aan boord ontwikkelt. Ik heb dat altijd opmerkelijk gevonden. Ik heb al op, niet op cruiseschepen, daar krijgen ze mij niet op. Dat is een beetje te veel van het goede. Maar ze doen het ook niet goed, hè? Die cruiseschepen nee, doen het ook niet goed, hè? Nee, ze doen het niet goed, hè? Nee. Dat er zijde gelaten. Maar op ieder soort schip is er een enorm solidariteitsgevoel dat bij zich automatisch installeert. Zo bijvoorbeeld, ik herinner mij, ik heb al een paar keer mijn cargo-schip meegevaren. Na een dag of drie, dan weten van iedereen op schip op welk moment hij zich waar bevindt. Je kunt iedereen ontlopen of ontmoeten. Dat is een heel merkwaardige vorm van solidariteit. En communicatie, wat vind ik nog tof aan zeilen? Dat is zicht op de horizon. Dat vind ik, dat mis ik het meest, zicht op de horizon. Wat het zeilen u eigenlijk inspireert of bijgebracht heeft in het werk? Dat kan ik niet zo op 1, 2, 3 zeggen, maar
Terwijl ik zei, ik heb dat niet in een ruk gedaan. Ik ben nu en dan vloog ik terug naar huis, omdat ik dan gaf toen nog les. Ik moest dan toch nu en dan les geven. Maar dus met dat ik les gaf, moest ik ook examens afnemen. En dat kon ik doen van op de boot. Ze moesten een paper schrijven, mailen naar de boot. En s'nachts terwijl ik dacht, hier las ik de papers. Ja. Ik herinner mij toch zo dat ik bij de Koenen-Indianen in de San Blas zo papers moest lezen over Zahadit en Rincolas. Dat was toch wel een cultuurschok. Ik heb dat ook nog een keer voor gehad op de Marquise. Dat ik zo'n dag aan boord gebleven was om examens te lezen. En dan, ja, dan wat heb ik eraan onthouden? Kon ze toch overboord mee? Ja, meneer, doe dat graag. Maar met cultuurschok bedoel ik hoe eng de spieren van de taart architectuur is. Dus op de Marquise architectuur. Dat is er helemaal niet aan de orde. Er zijn helemaal andere dingen. Wonen is er wel aan de orde, maar architectuur, dat is er niet aan de orde. We hebben een gemeenschappelijke kennis. Ingenieur, architect Dirk Jaspaert. Ah, ja. En Dirk heeft ooit een keer gezegd hoe dat de zaken of de ontwerp van Luc Bleu bleef recht staan. Ik weet het in godsnaam niet. Deze man heeft een bijzonder talent, wat hem altijd tot het uiterste drijft in zijn werk. Hij blinkt uit in genialiteit. Zit er in u ergens een beetje een ingenieur verscholen? Ik denk dat wel, want ik wou dat eerst worden. Maar dat is op een of andere manier. Ben ik weer een. Ik kon ook niet meer opbrengen om van alles van buiten te leren, moet ik zeggen. Ik kon het niet opbrengen op een bepaald moment. Maar ik denk het wel, maar in elke architect zit een stuk ingenieur. Maar waar ik goed in ben, denk ik, dat is niet zo. Ik kan dat niet berekenen. Ik kan zo heel goed naar analogie zien, zo van als dat kan, dan kan dat ook. En als dat kan, dan kan dat ook. En dan met Dirk kon ik er dan over praten voor te zien of het ik gelijk had of niet. Want de spanning in je werk bijvoorbeeld, de beeld dat we gezien hebben van die containers, dat is eigenlijk, dat grenst aan het ongelooflijk. Ja, maar dat is ervaring. Hè. Ja, ik heb mijn eerste containerconstructie uitgedacht, denk ik, in 1981 en de eerste uitgevoerd in 1983. In het begin waren die ook al wel gemaakt, maar dat is omdat ik al goed naar containers gekeken had, want ik wist hoe dat ineens zat met die cornercast en zo, die koppen waar dat je zo langs alle kanten kunt schroeven. En, in het begin had ik dan zo met plastic containertjes van elektrische treintjes, zo maquetjes gemaakt. En dan wilde dat toch uitvoeren. Dan ga ik al eens een keer met een containerfirma praten. Zo van, zou je geen 3 containers willen lenen voor een paar maanden? Dat ze direct willen doen, want ze hebben er allemaal te veel. Hè. Ze weten er geen blijf mee. Dus ze zijn al te blij dat ze containers kunnen geven. Hè. Want ze dan weer al geen parkeerplaats voor betalen. Dus ga met firma's praten en dan geleert er wat van. En die weet ook wel hoe dat gemaakt is, de container. En ja, dan gaat dat zo. Als ik ook weer hetzelfde, als dat kan, dan kan dat ook. Dit brengt mij wel ook de vraag teweeg van, kan je dit bijvoorbeeld overal en mag je dit overal ter wereld plaatsen? Ik stel me bijvoorbeeld voor, in gebieden waar dat bijvoorbeeld rijk zijn aan aardbevingen, zou je dat durven plaatsen? Ik heb toch zo die spijbank die in Gent staat, die toch ook in de Mohama gebouwd. En die heeft er 4 jaar gestaan. Hebben ze daar niet een beetje aan gefoffeld? Daar hebben ze een beetje aan gevoegd, maar ze hadden mogelijk, want dat was echt niet nodig. Dat heb ik ook gehoord. Dat heb ik ook gehoord. Ik heb mijn vragen speciaal een beetje persoonlijk opgesteld. En ik dacht dat ik dat wel mocht, omdat ik hoop dat er vanuit de zaal
verder kan gebouwd worden of vragen gesteld worden uit de lezing zelf. Maar zijn er mensen in de zaal die vragen hebben voor onze spreker? Alhoewel ik hun architectuur wat kinderachtig vind, zag ik toch enkele gelijkenissen met het Venus Project. Zegt u dat iets? Met Venus? De Venus Project. Nee. Dat zegt u niks. Oké, okay, dan wilt u... Ja, leg uit. Dat is een Amerikaans project die zich ook bezighoudt met architectuur, maar op een volledig vernieuwde schaal en ook op een nieuwe manier van denken over maatschappij. Die eigenlijk steden wil hervormen, maar kijk dan uit. Ja, kun je iedereen kennen. Hè. Ik zou zeggen, kijk er misschien naar. Ik denk dat u wel kijkt er eens misschien naar. Ik zal dat doen, ja. De filosofie kan u misschien interesseren, ik ben niet zeker over de architectuur. Ah ja, oké. Okay, ik zal naar het virus, hè. Goedendag, Jan Hermans. We zijn hier met mijn collega, ook Lewea, hier vanuit het kunstproject Arpia. Ook gevraagd om dan ook een aantal vragen te stellen, dus we willen dat dan ook doen. U bent heel sterk bezig met het wonen, het gecondenseerde wonen. Daardoor ontstaat er vrije ruimte, veronderstel ik, of wordt er vrije ruimte gevrijwaard. Op welke manier vindt u dat die vrije ruimte kan, mag, moet of misschien niet moet ingevuld worden? En vanuit Arpia als kunstproject ook de vraag van, kan kunst daar ook, of heeft kunst daar een bepaalde betekenis in? Ja, dat zijn veel vragen. Hè. Maar vrije ruimte, hoe kan die ingevuld worden? Ik vraag me altijd, moet vrije ruimte altijd ingevuld worden? Landschap, is dat niet genoeg? Ik denk dikwijls, dat is één ding. En kunst... je kunt niet veel tegen kunst hebben. Hè. De mens leeft niet van brood alleen. Hè. Je moet ook geestelijk voedsel krijgen. En kunst is er natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel. Natuurlijk, als we het dan trekken over kunst in de openbare ruimte. Alhoewel dat ik dat veel doe, want die containerinstallatie dat wordt meestal in het kader van een kunstopdracht gegeven. Maar ik vind kunst in de openbare ruimte eigenlijk problematisch. Wat ik niet wil mee zeggen dat dat er niet moet zijn, maar ik vind dat een zeer problematische thematiek. En waarom ik dat zeer problematisch wil... je ziet dat ook, hè. Kunst in de openbare ruimte, architectuur ten andere ook. Je kunt niet meer bouwen, een stadshangar in Gent, tot op de radio discuteert. De Lange Wapper in Antwerpen, vijf, zes jaar wordt er over gediscuteerd. Kunst in de openbare ruimte, het staat er nog maar een week en het wordt al gevandaliseerd. En die problematiek komt voort, denk ik, door de atomisering van de maatschappij. Vroeger kunst in de openbare ruimte, dat was evident. Het waren altijd om iets te herdenken, om iemand te verhevigen. Omdat de maatschappij tot in de 19e eeuw, consistent was. Er zijn natuurlijk altijd afwijkende meningen, maar grosso modo was de maatschappij had een consistent denken. Om maar iets te zeggen, iedereen ging naar de kerk, om maar iets te zeggen. Dat is vandaag dat helemaal weg. Een leven in de geatomiseerde samenleving en daarin vind ik kunst in de openbare ruimte problematisch eigenlijk, ja. Maar waarmee dat ik niet wil zeggen dat er niet moet zijn. Ik heb het alleen heel hard tegen kunst op rotondes. Daar heb ik het heel hard tegen. Of
kunst wordt ook dikwijls zo gebruikt. Hè. Rotonde, dat is eigenlijk een probleem. Wat moeten we doen met die rotonde? Maar niet alleen op rotondes. Hè. Er is ergens een probleem in de stad. Ah, we gaan er kunst zetten. En een blinde gever, we zullen een strip op tekenen. Het is eigenlijk altijd iets om een probleem te verdoezelen of een probleem op te lossen of een leegte op te vullen. Er zit altijd een agenda achter de plek waar dat kunst moet gezet worden. Dat vind ik een beetje eigenaardig. Maar heb je dat ook ten opzichte van bijvoorbeeld historische steden? Daar werd er ook al kunst geplaatst in parken. Ja, maar toen was dat simpel omdat je binnen een maatschappij, een stedelijke maatschappij, grotendeels de neuzen in dezelfde richting stonden. Men had dezelfde ambities, men had dezelfde vooruitzichten, dezelfde hoop. En dan is in zo'n maatschappij, kunst in de openbare ruimte, is gedragen door een heel groot bevolkingsdeel. In de geïndividualiseerde maatschappij van vandaag is dat een heel ander paar mouwen. En je ziet dat dus ook, kunst wordt altijd gefantaseerd en kunst wordt gebruikt om zich af te zetten tegen de maatschappij. Ik denk misschien eigenlijk de beste kunst in de openbare ruimte, ik weet het niet, ik durf het niet goed zeggen, maar ik denk dat dat graffiti is. Ik denk dat dat eigenlijk de meest eerlijke en graffiti worden in ieder geval worden niet gevandaliseerd. En eigenlijk, ik rij niet zoveel met een trein. Het is mij te duurzaam met een trein rijden. Iedere keer als ik met een trein rijd, ben ik zo ontgoocheld. Dan neem ik een trein en dan zijn de ruiten al 7 jaar niet meer gekuist. Buiten kijken. Er zijn van alle redenen. Maar als je dan toch kunt buiten kijken, als de ruiten dan toch eens een keer gekuist zijn, dan ben ik eigenlijk blij dat er zo op al die elektriciteitskassen gespoten is. Dan is er tenminste nog iets te zien. En ik heb mij nog nooit gestoord aan graffiti op luidswallen of zo. Ik zeg nu niet tags op gevels in de stad, dat is iets anders. Maar over het algemeen, graffiti staan op juiste plaatsen. Ik begrijp eigenlijk heel die hetze niet zo rond graffiti. Als ze natuurlijk ook al op de ruiten van de trein beginnen te spuiten, ja, dan vind ik toch wel dat het erover is. Raak je zelf ook niet ontmoedigd als je dikwijls de kleinschaligheid ziet van wat er op wereld gebouwd wordt? Vooral het kleinschalig denken, het korte termijn denken. Het is een zeer moeilijke problematiek. Hè. Moet er nog, hebben de volgende generaties nog nodig van eenduidige stenen? Dat is, het is niks voor niks dat er in de architectuur nu het deconstructivisme al 20 jaar aan de orde is. De basis van denken van deconstructivisme is eigenlijk van architectuur heeft altijd orde uitgestraald. En is altijd maatschappijbevestigend geweest. Het is niet meer voor de maatschappij van vandaag, dus we gaan alles deconstrueren. Architectuur moet de labiliteit laten zien van de maatschappij, de instabiliteit van de maatschappij. Ik denk dat zo'n wat scheve muur tegeneen geslagen is. Een vrij letterlijke vertaling is, een beetje pijnlijke vertaling. Daar zeg ik dan altijd van, ik hou niet van schuine muren en horizontale vloeren.
is zo burgerlijk dat vloeren horizontaal moeten zijn. Want als de vloer van de badkamer schuin is, dan verbruikt je minder water in je bad. Ik ben Liva Reunens, Magnus Impeken, op uw treinreis. Een van mijn persoonlijke geluksmomenten zou zijn als ik mij goed kan bewegen in mijn stad. En als ik goed van de ene stad naar de andere stad kan bewegen en goed door het landschap kan bewegen. Hebben de architecten en de stedenbouwkundigen dan geen macht om daar iets moois van te maken? Architecten hebben niet de minste macht. Stedenbouwkundigen hebben niet de minste macht. Niks. En het zijn ook alleen maar de sterarchitecten van vandaag zijn sterarchitecten omdat die dat zo zeggen dat ze geen macht hebben. Daarmee mogen die nog bouwen. Architecten die ambiëren om macht te hebben, daar moeten ze niet meer van hebben. Dat is, we leven nu. Ze hebben ook geen macht, de graffiti sprayers hebben ook geen macht, maar ze nemen de macht, ze nemen de plaats. Kunnen de architecten zich daar niet bijvoorbeeld? Ja, ik ben nu al oud genoeg geworden om dat niet meer te doen. Het is nu aan de jongeren om dat te doen, denk ik. Ik weet ook niet of macht, of dat ook allemaal macht. Ik denk, het gaat niet zozeer over macht, denk ik, maar in een geglobaliseerde samenleving zou er toch, vind ik, veel meer moeten geglobaliseerd worden. Allee, ik ben bijvoorbeeld heel grote voorstander van geglobaliseerde belastingen. Dat zou ik echt heel goed vinden. Maar dat gaat er niet komen. Zelfs de politiekers hebben daar de macht niet voor. Hier kan ik er eigenlijk niet over zeggen. En de macht is zo pervers. Overal verstrooid dat niemand nog weet waar dat de hefboom zit. Er zijn geen hefbomen. Het is geen mooi woord, misschien bestaat er een beter woord. Het is geen mooi woord, misschien bestaat er een beter woord dan macht. Maar ik zou graag zien dat de mensen iets bewegen en iets... Ja, maar langs de andere kant moet ik toch ook zeggen, we zijn al van ver gekomen. Hè? Het is niet al kommer en kwel. We zijn al van ver gekomen. Allee, al in het feit dat ik zo met twee andere mensen zo op een bootje van 13 meters rond de wereld kan zeilen, ik vind het eigenlijk onwaarschijnlijk. Allee, en dat je vertrekt en dat je zo op elk moment weet waar dat je zit, ik vind het echt onwaarschijnlijk. En dat je zo kunt e-mailen van waar dat je ook zit. Ik vind dat. Dus we zijn ook al van ver gekomen. Het is niet allemaal kommer en kwel. En ik denk, ja, je moet. Eigenlijk kunnen we toch wel comfortabel van hier naar hier reizen. Geen klagen. Hè. Het is misschien niet altijd recht toe, recht aan. Maar eigenlijk. De mens wordt toch tot de auto gedwongen. Ik zou graag openbaar, ik zou graag met de trein, met de bus, met de fiets. Ah ja, met koek, ja. Ik zou ook, ja, dat zou ik ook heel graag doen. De architecten kunnen dan mooie stations bouwen en steedbouw kunnen ze daar iets doen. Ik zou het zo graag zien, maar ik heb schrik dat ze ja, te zwak zijn of geen. Maar dat is altijd, hè. De zwakste betaalt altijd gelang. Hè. Dat is. Dus ik pleit dat niet goed, hè, maar dat is niet te veranderen, denk ik. Dat is, ik vind u wel een voorbeeld van inventief zijn en van ervoor gaan. Ik zou graag dat uw voorbeeld hier in de zaal veel mensen aansteekt om zo die fantasie dan met de realiteit te verbinden en voor mij dan een betere stad. Ja, maar mij wordt verweten dat ik als architect mijn handen niet vuil maak. Hè. Zo van, oh ja, het is gemakkelijk praten als je handen niet vuil maakt.
Het is ook al eigenaardig dat architecten zo spreken over dat bouwen uw handen vuil maken is. Hè? En daar hebben ze natuurlijk een beetje gelijk in. Al die, dat ik mijn handen niet heb willen vuil maken in een architectuurwereld, dus daar hebben ze misschien wel wat gelijk in. Want ik heb het bureau en mijn werk zo gestuurd dat ik, en daar ben ik heel fier over, dat ik niet zo altijd maar moet bouwen voor het bureau te laten renderen en in die rat race mee te nemen. Dat ik afstand kan nemen, dat ik het mij kan permitteren van dat niet te doen. Daar ben ik eigenlijk heel tevreden en ook wel fier over, moet ik zeggen. Ja. En daar hoop ik ook wel dat een voorbeeld zou zijn. Het besef dat architectuur dat niet noodzakelijk gebouwd wordt. De architectuur, dat niet beton, staal, glas en isolatie is, dat eigenlijk hier zit. En zo, de Villa Radieuze van Le Corbusier is niet gebouwd, maar het is toch stedenbouw, het is toch architectuur. Het is eigenlijk is zo papieren architectuur veel beter dan gebouwde architectuur, in die zin dat veel gemakkelijker overleeft. En dat moet niet gerestaureerd worden. Ja, dat moet ook soms gerestaureerd worden, maar dan moeten ze geen stijgers voor bouwen. Nee, dat moet altijd maar gedupliceerd worden. Dus, het is heel eigenaardig, hè, want de architectuur wordt als een hoge eeuwigheidswaarde toegedicht, vandaag al minder dan vroeger. Hè, maar eigenlijk zijn boeken en ideeën veel meer eeuwig dan architectuur. Zelfs meer dan de piramides. En dat is, dat is zo goed bemoedigend, bedenk ik me nu. Als ik nog even mag terug inpikken. Met Arca zijn we met kunstwerken heel sterk bezig. Dus kunst in een zeer landelijke omgeving. Heel erg bezig, enerzijds met de integratie van die kunstwerken, maar vooral ook dat de bezoekers door de beleving van de werken ook de ruimte daar rond en meer bepaald het landschap beleven. Nu stel ik mij de vraag, als ik hoor wat u vertelt, zijn mensen in stedenbouw en architectuur voldoende bezig ook met de beleving van de bebouwde, bewoonde en de vrije open ruimtes? De beleving daarvan, welke impact dat heeft. En dat is dan weer iets wat dan een vraag die ook weer terug te linken is naar Le Corbusier en al de kritiek die daarop gegeven wordt. Ja, Le Corbusier, dat is natuurlijk in een heel andere maatschappij dat hij opereerde. Dat is één. Le Corbusier, ik denk dat hij wil eerst laten zien dat hem de ruimte beheersen. Alleen al het feit maar dat hij zei dat hij sprak over de dictatuur van de zon, vind ik, dat is nog een eerste punt, licht, het licht in de ruimte, dat is toch al een zeer sterk vertrekpunt, hè. Een oriëntatie. Vandaag denk ik dat architecten, ik denk wel dat de architecten weten wat dat ruimte is en wat dat openbare ruimte is. Hè. Er wordt een andere veel in architectuur, wordt er heel veel, in de stedenbouw wordt er heel veel gesproken toch vandaag over de negatieve ruimte. Hè. Dus dat is toch wel dat ze daar wel mee bezig zijn. Maar het probleem is natuurlijk, de ruimte die je ziet is niet de ruimte die... Je kunt eigenlijk niet zeggen dat een ruimte is die gecreëerd is door architecten. Hè. Dat is een samenspel van heel veel factoren. Hè. Van hoe dat de grond verkaveld is, financiële factoren, maatschappelijke factoren, politieke factoren. Het is niet louter architectuur wat achter gebouwd wordt. Hè. Dat is een compromis tussen zeer veel, en soms is dat positief, hè, maar... De architectuur kan nooit de zuiverheid hebben dat een kunstwerk kan hebben. Hè. Kunstwerk nou, moet oppassen wat ik zeg, want een kunstwerk in openbare ruimte, daar zit al heel hard in het vlak van architectuur.
Maar ik bedoel, architectuur opereert altijd in de openbare ruimte. En omdat je in de openbare ruimte opereert, zijn er een aantal spelregels die je moet volgen. Die niet wettelijk vastgelegd zijn of zo, maar maatschappelijk. Traditionele, weet ik wat allemaal, factoren bepalen dat mee, en terecht maar. De idee van tabula rasa, dat gaan we hier toch niet meer aan de man kunnen brengen, denk ik. Hè. Alhoewel dat ik denk, wanneer was het, 17, 19, als de futuristen spraken over tabula rasa, dat was een gemiste kans eigenlijk. Toen hadden we nog opnieuw kunnen beginnen. Nu is het quasi onmogelijk, hè, want in de 20e eeuw is er meer gebouwd dan alle eeuwen ervoor. Hè. Dus dat is niet meer terug te schroeven nu. Maar in 1917-19 was er misschien nog, denk ik, was de gemiste kans van niet door te zetten. Maar dat is ook allemaal op maatschappelijke, politieke, gevoelsmatige redenen kapot gelopen. Hè. Oh, misschien dat het ook niet zo letterlijk moest genomen worden. Zo. Denk ik. Ik denk dat we hier stilletjes aan kunnen afsluiten. Mag ik u danken voor deze lezing? Mag ik u danken voor die vragen? Te willen beantwoorden en maak u veel succes met uw verdere werk en met het zeilen. Dank u wel.